Hallo, ik ben Marion van de Creatief en ik wil graag laten zien hoe je van deze wol dit soort sieraden kunt maken. Heel simpel. We beginnen met de wol. Als ik die hier zo neerleg, kun je namelijk zien dat de wol bestaat uit twee draadjes met daartussenin kleine gekleurde vlakjes. Die vlakjes die verspringen elke keer qua kleur, zodat je een heel leuk speels effect krijgt. Wat heb je nog meer nodig? Een naald met stompe punt en wat rimpelelastiek. We beginnen met het draad door de naald heen te rijgen. Zo. Dan nemen we het draad. En dan gaan we steeds met de naald. Zo. Door de openingen tussen de vlakjes. Oh. Ik verschoof even. Ik doe het nu heel langzaam, zodat je goed kunt zien wat ik doe. Als je natuurlijk wat meer ervaring hebt met het rijgen, dan merk je dat het steeds sneller gaat. Zo, en als je dan zo'n stukje gedaan hebt, dan zie je dat je een heel leuk gerimpeld effect krijgt met allemaal kleine lusjes. Nu heb ik het geregen waarbij ik iedere keer één vlakje oversloeg. Maar je kunt natuurlijk ook rijgen, dan begin ik even hier, door steeds twee vlakjes over te slaan. Dan worden de lussen wat groter en krijg je dus wat grover effect. Nou, zo ga je helemaal door totdat de gewenste lengte is bereikt van je ketting of je armband. En dan hoef je alleen maar het elastiek te knopen en dan ben je klaar. Ik zal nog even het voorbeeld erbij pakken. Dit even aan de kant. En dan zie je, ik heb hier als extra variatie nog ringetjes met bedeltjes gehangen. Je kunt dat natuurlijk ook doen met kraaltjes. Dat is maar net wat je graag wilt. Als je het gaat doen met kralen, raad ik wel aan om niet al te zware kralen te gebruiken. Anders gaat het door het elastiek misschien hangen. Dat is ook geen mooi gezicht. Maar met bedeltjes en smalle kraaltjes is het nog te doen. Niet te kleine kraaltjes natuurlijk, want anders verdwijnen ze tussen de lusjes. Nou, de mogelijkheden zijn eindeloos. En één pluspuntje nog, omdat de armband of de ketting van wol gemaakt is het lekker licht, dus draagt het heel gemakkelijk. Veel hobbyplezier!